Nu eerst gaan we haken met mevrouw Van Dijk. Ze heeft scoliose, wat betekent dat ze veel pijn heeft en haar huis gebonden is. Dit is lekker om te haken. Ze heeft één grote hobby waar ze de dag mee doorkomt. Elke dag. Ja. Het ligt altijd bij me. Anders gaan zitten. Oh ja, dat pakken. Wel de tv erbij aan, dan hou je een beetje muziek. Of ja, kan niks anders. Iets van poetsen of dergelijke dingen. Is er niet meer bij. Als ik morgen klaar ben. Het eerste maal haakwerk. Een koffie drinken. En dan weer haken. Ik zou niet weten waar ik beginnen moest als het dan niet meer kon. Ik heb wel eens dagen bij dat ik zo'n pijn heb, dat niet lukt. En dan vind ik dat erg, want ik doe liever haken. Maar ja, als je niet kan, nou kan het weer wel. Nou is het een goede dag op het moment. Maar kom het eind van de middag, nou dan kan het niet meer. En zo denk ik wel eens, dat wordt niks, vind niks leuk. Maar als je verder gaat, dan wordt het heel leuk. Ik ben niet gauw tevreden om mijn eigen, ik moet altijd mooi zijn. En niet afgeraffeld. Hij wordt toch wel leuk. Ik heb het al te zien dat hij goed was. Dat is allemaal voor anderen, want voor mezelf doe ik dat niet. Maar het maakt mij niet uit, dat doe ik van anderen. Ik doe heel veel voor anderen. Dat vind ik zo leuk. Dat alles blij zijn. Ja, ik zou heel graag wol hebben en of katoen voor de babykleertjes te haken. Want ik ben er een beetje doorheen geraakt. En ja, ik kom zelf nergens, dat nergens kan. Kan nergens meer komen. En ja, er zijn misschien mensen die dan nog wat hebben liggen en niks meer mee doen. Daar zou ik heel blij mee zijn. Heeft u nog wol of katoen liggen voor mevrouw Van Dijk? Gelderlandhelpt.nl